Lisa, Rijn en Shadine bij de Thuiskomen podcast, waar we gesprekken voeren over een hemel op aarde creëren, over het goddelijke en eigenlijk alles wat te maken heeft met transformatie. Nu ken ik jullie goed, want jullie hebben alle drie bij mij een traject gevolgd en ik ben super blij dat jullie hier vandaag aan tafel zitten. Want ik ben heel benieuwd hoe het met jullie gaat. Rijn is al ongeveer, hoe lang geleden is het dat jij het traject gevolgd? Half jaar denk ik, oktober half jaar. Was het. Ja. En jij ook zoiets denken? Ja, we hadden het over dat het inderdaad zo lang geleden is. Ja, Shadine en Lisa zitten natuurlijk nog middenin. Maar zoals altijd, voordat we verder de diepte ingaan van transformatie, heb ik altijd eenzelfde vraag om mee te beginnen. En jij mag beginnen, Lisa. Wie ben jij? Ik ben Lisa en ik ben... Goeie vraag. Elke keer stel jij hem en dan denk ik, oh, wat zal ik beantwoorden als ik ooit die vraag krijg? Nou is die daar. There she is. Ja, ik ben er even stil van. Neem je tijd. Ik denk dat ik een vrouw ben die super nieuwsgierig is en nog onderzoekende is naar de vraag, wie ben ik? Ga ik zo bij je terugkomen, oké? Okay? Laten we even op je inwerken. Gaan we naar Rijn. Rijn. Ja, ik was al bang voor deze vraag, Brian. Maar ik heb bewust... Ik zat in de auto hier naartoe en dan dacht ik van... Oké, ik kan nu gaan bedenken van wat ik ga zeggen. Maar ik wilde bewust eigenlijk daar vandaan blijven. En het is grappig, want Lisa liet natuurlijk even een stilte vallen. En toen voelde ik hem eigenlijk wel. En ik ben iemand die heel veel liefde, licht, kracht en bewustzijn kon brengen. En dat heb ik mede ervaren, of dat voel ik eigenlijk door het traject wat ik natuurlijk bij jou doorlopen heb. Dus ik denk, als ik hem heel kort en krachtig mag neerzetten, dan zou dat hem zijn. Ja, ja, en wat doe je in het dagelijks leven, Rijn? Wat ik in het dagelijks leven doe? Ja, ik ben trainer en coach. Dus ik werk enerzijds voor een bank, de Volksbank, hier in Utrecht ook trouwens. En daar train ik mensen. En dat zijn met name nieuwe medewerkers die daar binnenkomen. En die train ik vakinhoudelijk, maar ook op vitaliteit. En vitaliteit is wel een beetje mijn kindje daar aan het worden. En zo zie ik het ook wel voor me, dat dat uiteindelijk groter gaat worden. En dat daar echt mijn aandacht naartoe gaat. Dat het vakinhoudelijke stuk eigenlijk steeds meer naar de achtergrond gaat verdwijnen. Tof. En wat ik ook daarbij doe, en dat voel ik ook wel echt zo, is zaadjes van bewustzijn planten. Het zijn mensen die net van school afkomen over het algemeen. Of net één baan ervoor hebben gehad. Ja. Dus ja, ik zie mezelf wel als bewustzijnsplanter of zaadjesplanter. Mooi, ik realiseer me de laatste tijd ook zo dat het... Ja, ik heb natuurlijk mensen ook in trajecten, maar zoveel mensen... Of ze nou bij mij is of bij iemand anders. Het lijkt me zo mooi als mensen hun eigen proces aangaan en zichzelf weer helen en dichter bij zichzelf komen te staan. En dat ze dan juist weer een rol in de maatschappij gaan bekleden om daar dat licht aan te zetten. Want iedereen kan wel coach worden of therapeut worden, maar ja, uiteindelijk... Mag er ook verandering komen, misschien bij het banksysteem, bij het schoolsysteem, bij de supermarkten, maakt niet zoveel uit waar. Maar is het juist mooi dat daar steeds meer personen van licht in gaan staan of zo? Ja, zo voel ik het ook wel. Want ik heb 10 jaar lang in de financiële sector gewerkt. Toen ben ik er juist weggegaan met het idee van ja, dit is slecht en hier kom ik nooit meer terug. En eigenlijk aan het einde van ons traject kwam het eigenlijk op een hele natuurlijke en intuïtieve manier weer op mijn pad. En dan had ik ineens het gevoel van, oh ja, shit, het is juist de bedoeling dat ik terug ga. En juist dus daar mijn licht, mijn liefde, mijn bewustzijn, mijn kracht, juist daar kon brengen waar het zo hard nodig is. Supermooi. Hoi. En wie ben jij? Wie ben ik? Ja. Ook ik herken wel wat jij zegt van ga ik die vraag al helemaal vooraf uitdenken of ga ik hem hier pas beantwoorden? Ja, wie is Shadine? Ik heb echt altijd wel geweten van dat ik meer ben dan alleen maar dit lijf, dit hier, wat nu hier zit. En mede ook door de sessies gewoon het gaan voelen, dat ik zoveel meer ben dan dat. En daarnaast bekleed ik een heleboel rollen nog als moeder, als vrouw, dochter. En ik denk echt wel door het traject dat ik veel meer bewuster in die rollen ben gaan stappen. En daar een keuzes ben gaan maken. Wat vind je de leukste rol? Ik vind ze allemaal leuk. Ik zou er geen één willen missen. Ik vind ze juist zo mooi dat ze er allemaal zijn. Ja, mooi. Dankjewel. Lisa, heb je al een antwoord op wie je bent? Wie ben je? Wie ben je? Da-la-la-la-la-la. Dat is toch dat tv-programma van vroeger?
Nou, ik denk omdat ik nog ook wel midden in het traject zit bij jou, dat ik nog steeds ook wel zoekende ben wie ik ben. Ik kan de vraag wel makkelijker beantwoorden wie ik in het dagelijks leven ben. En in het dagelijks leven word ik ingehuurd binnen bedrijven om strategisch te kijken naar bedrijven, salesfuncties te bekleden, projectmanagement en inmiddels ook categorie management. Waarbij ik mezelf elke keer weer uitdag om nieuwe dingen te ontdekken. En daarnaast ben ik een persoon die excited is, heel erg nieuwsgierig is, heel open-minded. Ja, en heel erg ook wel weer in het nu leeft. Ik word er heel erg blij van. Enthousiast en positief. Ik bekijk altijd alles positief, ook al hoe negatief het is of hoe zwaar het is. Ik zorg altijd weer in een positieve vibe en ik trek dan of mezelf of de ander dan weer mee om weer vooruit te gaan. Hoe doe je dat? Als er iets negatiefs op mijn pad komt of er is een gebeurtenis wat minder positief is en men ziet niet het positieve ervan in, bekijk ik het altijd met een positief iets. Er zit altijd een positieve boodschap achter. Hoe negatief of hoe verdrietig een situatie ook zich voordoet. Hmm. Hoe zie jij dat, Rijn? Ja, ik zat er even over na te denken. Ik trapte mezelf de laatste op dat ik best nog wel vaak dingen van een soort negatieve kant kan bekijken. En ik zeg met recht betrappen, want ik had ook echt zoiets van, oh shit, ik ben nu al zo lang met allemaal processen bezig. Doe ik dat dan nog steeds? Ja. Jeetje. Dus blijkbaar vind ik dat nog steeds wel een uitdaging. En heb ik nog wel oordelen over mensen. Ik zat in de auto hier naartoe, ik vertelde dat al even. En het was ontzettend druk op de weg. Nou, heb ik ontzettend veel oordelen over andere autobestuurders. Ja, herkenbaar. Dus ja, ergens heb ik daar dan blijkbaar nog wel wat stappen te zetten om daar wat meer uit te kunnen zoomen. Maar ik zit dan wel zo van, is het een oordeel of een veroordeel? Want een oordeel kan je hebben, maar een veroordeel, dan ken je het een waarde toe. Ja. Ja, dat is een mooie vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Het is ook heel snel weer weg, hoor. Het is echt even patsboom van, verdomme, doe je nou, weet je wel. En dan ben ik alweer verder en dan heb ik dat weer vergeten. Ja, gaat het er niet om hoe je er uiteindelijk mee omgaat? Ja. Mm. En die negatieve gedachten bij mij komen ze ook nog steeds omhoog. Maar je kan denk juist in dat moment kijken van, ga ik hierin mee? Of betrap je jezelf inderdaad erop van, ik heb echt super negatieve gedachten over diegene of over iets. Ga ik daar mee of kies ik dan toch weer voor liefde of zo? Mm. Ja. Okay. Hoe gaat dat bij jou? Ja, dat herken ik. Ik werk ook als coach en ik krijg met heel veel soorten mensen te maken. En dan is het toch soms als iemand binnenkomt dat ik ook mezelf erop betrap van, zou het zo zijn? Hm. En wat voor mij werkt is dan echt wel de kunst om daar open voor in te blijven staan. Om dan toch, wat is iemands verhaal? En dan merk ik eigenlijk gaandeweg het gesprek dat mijn perceptie daar... Ja, verandert het echt, hè? Ja. Het is ook zo, als mensen binnenkomen, dan heb je soms gewoon al een bepaald beeld hoe diegene zou moeten zijn. Ja. In je hoofd heb je dat al gecreëerd, of diegene nou leuk vindt of niet leuk vindt of wat dan ook. Hoe denk je dat dat komt, Lisa, waar dat vandaan komt? Een goede vraag, want ik zat eigenlijk te denken dat ik in mijn opdracht waar ik nu zit juist een compliment krijg dat ik niet oordelend ben. En dat ik mensen kan aankijken zonder daar iets van te vinden. Ja. En dat ze dat zo puur vinden. En dus ik weet niet of ik die vraag op die manier kan beantwoorden. Okay. Net zoals dat. Ben je nooit boos op iemand? Nooit dat je iemand ziet en je denkt, diegene heeft mij pijn gedaan of verdriet gedaan of wat dan ook. Nou, ik krijg wel spiegels voor me met dat men in mijn irritatiezone zit. Dat wel. En hoe ga je dan met die irritatie om, als die omhoog komt? En dan ga ik onderzoeken waar die irritatie vandaan komt. Waarom irriteert de persoon tegenover mij zich? Welk spiegel krijg ik voor me? Waar ligt dat aan? Ik denk dan na over, wat heeft die persoon meegemaakt waardoor die zich zo voordoet? Of, misschien was ik vroeger wel zo en is het daardoor zo dichtbij dat ik denk, dit herken ik zo erg, hier wil ik toch weer wat meer van afblijven. Ja. En dan is het een soort van, je weet dat het er is, maar eigenlijk mag ik het ook weer gaan omarmen. Hmm. Ja. Nou, het is wel cruciaal wat je daar zegt. Nou, dat heb ik ook wel de afgelopen tijd geleerd. In plaats van als ik me irriteer aan iemand, dat bij de ander te leggen. Nu naar binnen te kijken van, wat in diegene triggert mij? Ja. Wat gebeurt er bij mij? Wat wordt er in mij geraakt? In plaats van dat ik naar de ander ga wijzen. En die doet alles fout en ligt aan hem of haar.
Ja, ik herken dat ook wel. Ik denk dat dat een van de mooiste cadeaus is of zo, die ik van het zelf van het transformatiewerk heb mogen leren. Dat alles wat er in de buitenwereld gebeurt, dat het altijd iets over jezelf zegt. Mm. Dus als je ook een trigger ervaart, ja, hoeveel mensen gaan dan niet vingertje wijzen. Het is jouw schuld en jij bent een kutwijf en ik mag jou niet. Rot op en allemaal de schuld van de wereld. Maar wat dan als je gebeurt als je naar jezelf inderdaad gaat kijken? Wat zegt dit eigenlijk over mij? Waarom gebeurt dit met mij? Waarom wordt diegene boos op mij? Dus ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want mij helpt dat ook. Ook als ik een oordeel heb, dan soms lach ik er gewoon om. En denk, ja, oké, leuk. Maar het zegt wel iets over mij. En dan soms verdwijnt het oordeel nog steeds niet. Maar dan weet ik wel van, ja, dit gebeurt wel omdat er nog iets in mij speelt. Wat daarop resoneert. Of ik er nou iets op te leren heb. Of dat ik juist daarvoor in mijn kracht mag gaan staan en zeggen, dit wil ik niet meer. Om gewoon te onderzoeken wat dat voor jou betekent. Ja. Hoe zie jij dat, Shalina? Ja, eens. Ja, dat herken ik ook. Oké. Hey, ik ben heel benieuwd, want jullie zijn alle drie, nou eigenlijk zijn we alle vier, zijn we de diepte van transformatie ingedoken de afgelopen jaren ook wel. Waar begon het voor jou? Dat jij echt voelde van, oké, nu is het tijd om naar binnen te keren. Ik heb hem al eerder gevoeld. Ik heb hem op een gegeven moment voelde ik wel echt een soort van iets om het doorklop van nu is het tijd. Maar dat was wel echt al jaren terug. En toen wilde ik eerst het gezin stichten. En toen had ik zoiets van, nee, ik wil nu even niet. En ik weet nog, na onze derde zoon geboren, toen voelde ik het gelijk na een jaar weer datzelfde gevoel van, ga nu de diepte in. En toen, met corona erbij, was dat eigenlijk om helemaal erin te gaan. En toen kwam er van alles op mijn pad. Wat ben je gaan doen toen? Ik ben gestart met Altasar. Dat was eigenlijk mijn eerste wat ik heb gedaan. Ik weet nog dat ik daar ook zat. Dat ik dacht, wow, wat is dit? Ja. Misschien kan je ons even meenemen in wat Altasar doet en wie dat is. Altasar werkt met protocollen. Die zegt hardop, spreekt hij uit, zet hij een veld neer, spreekt hij uit dat wat getransformeerd mag worden. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met transformatiewerk. En ik weet dat ik echt daartussen heb gezeten van, wat is dit? En wat gebeurt er met mij? Wat voel ik? Maar kennelijk moest ik daar toch zijn. En zo heb ik ook jou leren. Ja, we hebben samen in die groep gezeten. Ja. Dus dat is een heel erg waardevol geweest. Ja, zeker. Sindsdien is dat balletje gaan rollen en dat loopt nog steeds. Wat heb je daarna nog meer gedaan? Want je doet ook een opleiding bij Marjolein. Ja, bij Marjolein inderdaad heb ik gedaan. Tussendoor ook heel veel. Ben je al klaar daar? Nee, ik heb nu, ik mag nog een jaar inderdaad verder. Okay. Ja, afgelopen zondag heb ik master gedaan. Wat leer je daar precies? Heel veel. Voor mij was het met Altasar dat ik ervaarde van, oh, maar dit is wel een soort, een soort hoog spiritueel niveau. En ik kan het volgen, maar ik mis nog een soort grond. Ja. En bij zomaar merk ik dat ik dat krijg. Gewoon praktisch. Hoe kan je bepaalde dingen insteken? En het is heel breed. Opstellingen. EFT hebben we gehad. Sedomine techniek. Het is echt klankschalen. Edelstenen. De hele rattenplannen. Marjolein is ook echt leuk. Ik heb laatst met haar voor een hartstelfeest gestaan. Oh, kijk wel. Fantastisch. Heerlijk is dat. Nee, ik vind het heel fijn. En bij zomer gaat het veel meer ook over echt het thuiskomen. Nog meer. Mm. Ook vanuit een zachte kant. En ik vind dat heel mooi om dat zo te doen. Dat is mooi. Ja. Dankjewel. En jou, Rijn. Waar is jouw proces begonnen? Eigenlijk 11 jaar terug, toen ik met angst en paniek geconfronteerd werd. En wat uiteindelijk in een burn-out uitmondde. En mijn eerste reflex toen was om het ook buiten mezelf te zoeken. In werk, in relaties, in vrienden. Maar na een paar jaar buiten mezelf gezocht te hebben, werd het eigenlijk niet minder. Sterker nog, het werd eigenlijk alleen maar meer. Dus ik werd op die manier eigenlijk wel gedwongen om naar binnen te kijken. En dat begon eigenlijk in het reguliere circuit, hoor. Nog bij een revalidatieinstelling waar ik toen geweest ben. Bij groepstherapie, waar ik 4,5 jaar lang ploegend en zwoegend bij heb gezeten. Hoe ziet dat eruit? Groepstherapie? Ik heb daar niet een bepaald beeld bij. Je zit in een cirkel met elkaar. En daar hebben we allemaal mensen ongeveer van een beetje dezelfde leeftijd. Okay. Die een beetje tegen dezelfde dingen aanliepen. En dan krijg je elke week in 1,5 uur heb je allemaal even de tijd om te praten waar je op dat moment tegenaan loopt. Okay. Maar het mooie is wel, je wordt wel heel erg snel geconfronteerd met je eigen patronen, met je eigen gevoelens. Mm-hmm. Want je geeft heel veel feedback op elkaar. Mm. En je reageert ook weer op elkaar, wordt heel snel ook weer getriggerd door anderen.
En ik weet nog zeker, in coronatijd was dat ook wel een behoorlijke trigger. Want ja, iedereen had daar natuurlijk weer andere gedachten bij, zeg maar. Dus dat was ook, ja, ook wel een behoorlijke trigger. En nou ja, wat jij zegt, herken ik ook wel, dat in die tijd kwam zeg maar de versnelling op het gebied van spirituele ontwikkeling. Ja. En dat begon met plantmedicijnen, waar ik toen door mijn toenmalige vriendin mee in aanraking kwam. En dat er echt een wereld voor me openging, dat ik dacht van, wauw, wat is dit, weet je wel. Dat is mooi, hè? Dat heb ik nooit eerder gezien. En ja, toen ging dat langzaamaan verder en verder en kwam ik uiteindelijk bij jou terecht. Mooi, ja. Wat ik nou wil zeggen, is ook het doel van deze, van de podcast die we nu opnemen, is ook gewoon om mensen te laten zien door wat voor proces je dan heen gaat. Want er zijn zoveel verschillende stappen tot, nou ja, waar je nu bent. En vaak voordat je de keuze maakt om innerlijk werk te gaan doen, is daar al een traject voor. En sommige mensen denken dan dat het nog niet begonnen is, maar eigenlijk ben je al een soort aan het voorbereiden of zo, ja. Herken je dat, Lisa? Als je zegt aan het voorbereiden, denk ik, oh ja, dan denk ik toch wel dat het alcoholgebruik daar wel misschien de aanleiding toe was dat ik uiteindelijk op het punt ben gekomen tot. En ik voel nu dat dat kwartje valt, oh ja, dat drinkgebruik komt toch wel ergens vandaan. Want hoe vaak dronk je dan? Wel vaak, maar dat kwam ook omdat in de functie waar ik in zat, daar dronk je ook overdag met klanten. Dus dat was gebruikelijk dat bij het schrijven van de order dat er ook een glaasje wijn bij zat. Ja, want je komt best wel uit een best wel harde wereld, denk ik ook wel. Ja, het is een interessante branche. Ik denk dat veel branches interessant en hard zijn, maar ja, hier word je wel snel afgerekend op je resultaten natuurlijk. En veel uiterlijk vertoon. Ja, en er zit een bepaalde druk op. En alcoholgebruik was daar gebruikelijk in. Zowel tijdens werk als dus na het werk. En drinken was voor mij super makkelijk. Ik had weinig last van katers. Ik voelde ook dat ik daar verder daarbuiten ook nergens last van had. En dat mijn omgeving daar ook geen last van had. Maar dat was toch wel anders. En wanneer is dan dat moment gekomen dat je dacht, ik wil met mezelf aan de slag? Ik denk dat de aanleiding is geweest het overlijden van mijn vader. 4 jaar geleden. En toen had hij al gezegd, dat meisje werkte veel te hard. Draaide heel veel uren, was gewoon veel aan het werk. Gas geven, doorgaan, verdoven, let's go. Dat, carrière maken, titels me overwinnen, alles. En toen was het eigenlijk het proces van op het moment dat hij overleed, dat ik wel echt op de rem ging en ook de tijd nam om te rouwen. En ik had ook een verslaving aan sporten. Dus ik sportte 6 keer in de week, 6 keer boksen, slaan, agressief, gewoon niet willen voelen. En ja, toen kwam ik terecht op de yogamat. En dat was gewoon de grootste confrontatie die ik had. Stilzitten, yin-oefeningen doen. En door de yin ben ik eigenlijk het rouwproces ingegaan. Ik heb 1 jaar lang geen actieve sport gedaan. Ik ben heel erg de zachte kant op gegaan. Vervolgens ben ik door middel van onder andere plantmedicijnen in aanraking gekomen met wat er nog meer is. En via die weg zijn wij elkaar weer tegengekomen. Ja. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen door. Na een sessie kwam naar voren over voorouderlijke lijnen. Mijn vader die natuurlijk er niet meer is. Geen contact met mijn moeder. Waarbij de lijnen dus eigenlijk verbroken waren. En voor mij voelde het alsof het een hoofdstuk was afgesloten. Waarbij hij heel duidelijk aangaf. Nou, dat is wel iets waar je, heb je het laatste hele, ben je ermee aan de slag gegaan. En dat gaf mij een soort van nadenken op het voorouderlijk werk. Ja. En zo ben ik verder het traject ingegaan en eens, zitten we midden in een traject. Ja, hoe voel je je nu vergeleken met 4 jaar geleden dan? Ik ben een heel ander persoon. Ja. Ja. Het is ook veel zachter geworden ook, hè? Ja. 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 Het is echt wel heel mooi om te zien, ook de stappen die je hebt gemaakt de afgelopen 1/2 jaar, gewoon veel relaxter, ontspannender, je gaat veel meer voor jezelf staan, je bent eigenlijk van branche ben je gewisseld. Ja, het is echt super mooi te zien. En je hebt ook wel echt een interesse in het voorouderlijk werk, hè? Want wat is het wat jou daarin zo trekt? Ik vind het echt fascinerend
door de ervaring die ik heb meegemaakt, ben begonnen met een dagsessie met het voorouderlijk werk. Workshop met ademhaling workshop. Super intens, maar ik vond dat zo mooi om te zien hoe je kon connecten, maar ook hoe anderen vertelden wat ze ervaarden. En ja, het sloeg zeg maar de spijker op zijn kop. En ik wil uiteindelijk een gezin. En daarmee wil ik ook dingen kunnen helen voor mij en voor de generaties na mij. Dat zeg je mooi. Ja. Ja. Dus ik wilde wel het werk gaan doen. Mm. Mooi. Ja, dat herken ik inderdaad. Wat zeggen, wil je daar iets aan toevoegen? Ja, ik voel je energie van ik wil wat vertellen. Ja, maar dat is zo, hè. Bij mij was het ook met het stichten van mijn gezin. Maar dan word je ook gewoon geconfronteerd met de dingen die nog in jou zitten. Ik bedoel, de kinderen zijn waanzinnige spiegels. Mm-hmm. En dat is echt wel ook echt wel een drive geweest van, oh ja, het stopt hier. En ja. Ja. Dus ja, ik voel dat ook zo, ja. Wat betekent voorouderlijk werk voor jou? Voorouderlijk werk voor mij. Nou, ik heb ook in mijn beginfase gehad van, oh, er zit echt wel in mijn familielijn, nou, oorlogen, mishandeling. En dat kan je dan niet altijd soms, dan voel je dat je dingen blijft doen, maar dat je zelf niet meer, ja, maar dit is niet, het is niet voor mij, maar dat klinkt dan altijd zo, vind ik. Maar je voelt dat het niet zozeer iets is wat er in mij is gebeurd. Mm-hmm. Maar het is op een ander niveau is dat gebeurd. En met voorouders. En het heeft mij heel erg geholpen om nou ook te weten dat dat er is. En dat ze er zijn. En door mij heen werken. Dus het is, je krijgt de whole package. Dus je krijgt de liefde. Ja. Maar je krijgt ook alles wat zij hebben meegemaakt. Ja, dat is echt bizar, hè? Wat onze voorouders soms zo hebben kunnen meemaken. Van de Tweede Wereldoorlog tot invloeden van de kerk, misbruik, miskramen, doodgeboren kindjes, verbroken verbindingen, hardheid. Er zit zoveel in. En eigenlijk is het heel raar, tenminste, ik vind het heel raar dat we zo weinig van onze voorouders weten. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger altijd een overgrootoma, maar dat hebben mijn ouders wel eens over verteld, maar ging me gewoon nooit naartoe. Dus ik heb die vrouw nooit gekend en die is 100 geworden, maar, en die heeft gewoon super lang geleefd. Maar waarom ga je dan niet naar je overgrootoma toe of zo? Yeah. Ja, het is echt zo. En er wordt ook niet gepraat, zeg maar, van oké, wat deden je ouders dan vroeger? Waar komen ze dan vandaan? Wat hebben ze meegemaakt? Nee, niks. Stilte. Wordt niet over gepraat. Emoties mogen er niet zijn. En ik denk dat dit het moment is dat veel meer mensen ook het bewustzijn krijgen van oké, het is daadwerkelijk, wordt het wel doorgegeven. Natuurlijk ook echt de krachten van onze voorouders, maar ook hetgeen wat juist zo lang is weggestopt. Dus als wat je vaak ook ziet, zeg maar, is dat een opa of oma iets heeft meegemaakt wat hij of zij niet kan verteren. En overlijdt waarschijnlijk daardoor aan darmkanker, omdat dat staat voor het verteren als voorbeeld. Maar vervolgens overlijdt opa en papa krijgt in een later stadium ook darmkanker. En als jij niet oppast, dan ben jij de volgende die het krijgt, omdat dat trauma blijft spelen. Dus als je dat trauma oplost, nou, jullie kennen het, dan verdwijnt dat ook. Dat vind ik zo onwijs krachtig. Ja. Het is eigenlijk zo bizar dat zoiets groots nog zo weinig bekend is eigenlijk, hè? Ja. Toch? Volgens mij in de epigenetica wordt er nu wel steeds meer en meer aandacht aan besteed. Een beetje te komen. Maar het is zo van invloed op ons dagelijks leven. En toch doen we er als maatschappij zijn er nog zo weinig mee. Dat vind ik eigenlijk bizar. Ja, als je naar de tribes kijkt van vroeger, ik weet niet, misschien is dat nu nog steeds wel zo, dat de ouderen ook gewoon worden opgenomen en daarvoor wordt gezorgd. En wat doen wij in deze westerse maatschappij? We stoppen ze in een hokje waar ze nog 5 of 10 jaar in een eentje zitten, depressief. En misschien een hoop medicijnen krijgen om zich nog een beetje te vermaken. Ja. Hoe zou jij dat anders doen, Rijn? Als jij dat opnieuw zou mogen vormgeven. Nou, wat ik in ieder geval zou doen, en dat verlangen voel ik ergens zelf ook wel om daar een soort van bijdrage aan te leveren, is om in het schoolsysteem heel veel dingen te veranderen. En ook dit soort dingen daar al op een bepaalde manier in mee te nemen. Hè? Eer je ouders, eer je voorouders, eer je geschiedenis eigenlijk. Mm. Want je bent eigenlijk op dit moment een soort van de vaandeldrager van de familie, en zo zie ik het dan wel. En dat stokje wordt dan steeds doorgegeven. Ja. Mogen ze sowieso wel eens gaan beginnen met geschiedenis? Dat ook. Eerlijk te vertellen wat er is gebeurd. Maar daar is zo ontzettend veel winst te behalen. En nou ja, goed, dan hebben we het nu al voorouderlijk werk. Maar natuurlijk op heel veel gebieden. Überhaupt voelen, je lichaam voelen. Met emoties omgaan, met gevoelens omgaan.
Ja. Weet je, ook hele basale dingen die helemaal nog niet eens zweverig zijn. Hmm. Dus voelen kan voor heel veel mensen al zweverig klinken. Ja, dat is toch eigenlijk bizar, want voelen is gewoon letterlijk wat er is. Ja. Toch? Het is letterlijk wat je op dat moment voelt. Letterlijk wat er in het hier en nu is. Ja, maar we zijn natuurlijk zo geleerd van dat verdriet bijvoorbeeld er niet mag zijn. Of dat je je boosheid niet mag uiten. En als je vervelend bent of veel te druk, dat je als kind een iPad voor je smoel krijgt. Ja. Om je maar af te leiden. Dus dan zeg je eigenlijk ook, jij mag er niet zijn. Dus het is best wel bizar dat niet geleerd wordt. Ja. Ja. Mm-hmm. Was jij iemand die vroeger makkelijk met zijn emoties kon omgaan, Lisa? Ik kon wel driftig zijn. Hm. Ik kon wel gewoon dit doen en gillen kon ik vroeger wel. plezier maken, maar het was wel niet huilen. Hm. Tranen weg. Kom op, schouders eronder. Hm. Dus dat gaat al best wel snel vanaf jongs af aan erin. En we waren laatst op een begrafenis. En daar zag ik het ook weer in de familie. Dat de opa verdrietig was. En dat er werd gezegd. Niet meer huilen. En nu doet het me dat veel meer dan vroeger. Omdat je dingen dus wegstopt. En het mag er gewoon zijn. De emoties mogen je gewoon aanwezig zijn. Je mag het gewoon voelen. Verdriet mag gewoon ook er zijn. Blijdschap mag je blijkbaar wel laten zien. Mm-hmm. Want als je lacht wordt er niet gezegd. Hé, nou niet meer lachen. Dat gebeurt niet. Ja. Dus hoe gaat het met je? Goed. Ja. Prima. Tegenwoordig kan je dat niet meer normaal vragen. Hoe gaat het? Ja, weet je, door de stand van de maan. Merk ik toch ook echt wel dat het iets met mijn lijf doet. En dan voel ik ineens verdriet. En dan is er weer boosheid. En dan ben ik toch ook weer blij. En het is misschien weer een beetje overdreven helemaal de andere kant op. Maar ik denk wel dat het heel mooi is dat we met z'n allen weer leren ook om te voelen. Want lukt dat voor jou als kind? Ja, ook wel, maar ik voelde ook wel heel veel. En daar was niet altijd ruimte voor, voor dat deel. Dus ik heb dat ook wel aangepast. Ik was wel het aangepaste kind daarin. En dat is eigenlijk, nou ja, door de kinderen, eigenlijk door mijn oudste zoon, eigenlijk merkte ik, hey, die is heel erg sensitief. En dan ken ik heel veel dingen in mezelf. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Mm. Dus ik ben hem daar eigenlijk heel erg dankbaar voor. Dat hij dat zichtbaar heeft gemaakt. Mooi dat hij zo op je pad is gezet daarvoor. Zeker, om dat zichtbaar te maken. Alhoewel mijn kinderen zeggen, wij hebben jullie uitgekozen. Dus ja, zeggen ze dat? Ja, ik denk dat het ergens ook zo is, hè? Ja, ik geloof er wel in. Mooi. Geloof jij daarin, Rijn? Dat we onze ouders uitkiezen? Absoluut. Ja. Ja, hoe weet ik dat dan? Ja, geen idee. Het is gewoon een gevoel. Weet je, het gevoel dat dat klopt en dat dat zo is. En als ik ook naar mijn eigen ouders kijk, dan zie ik dat daar ook wel in terug. En even heel kort, ik heb best wel een complexe relatie met mijn vader gehad. Het is nu echt wel een stuk beter. Mm-hmm. En ik was op een gegeven moment bij iemand, een soort medium. En ik liep bij haar te klagen over hoe moeizaam de relatie met mijn vader was. En dat hij narcistische neigingen heeft. En toen zei ze, ja, maar Rijn, weet je, ik voel dat het ooit in een ander leven, dat de rollen precies omgedraaid waren. Dus dat jij degene was die eigenlijk je vader onderdrukte. Ja. Of door middel van narcistisch gedrag pijn deed. En dat in dit leven dat jij mag ervaren hoe dat andersom is. Oh ja, karma. En het sloeg zo in als een bom. En ik voel het ook nu als ik het vertel. Alsjeblieft. Het is natuurlijk iets bizars om te bedenken. Maar ik voel gewoon dat dat klopt. En dat stelt natuurlijk zo'n relatie met je vader in zo'n ander daglicht ineens. Mm. Als je dat ineens beseft van holy shit, we zijn er nu in dit leven, zijn we weer bij elkaar om dat met elkaar uit te werken. Ja. En om daar ook een einde aan te maken, hè, aan die karmische relatie. Ja. Waarschijnlijk heb ik jullie in een ander leven ook onderdrukt, omdat ik jullie natuurlijk nu vol op beeld zet. Oké, nu mogen jullie shinen, ga je gewoon. Don't blame me anymore, mijn karma is klaar. Ja, maar dat is, ik maak er nu een grapje over, maar dat is natuurlijk wel echt wel hoe het werkt in mijn ogen ook. Dat je weer met personen in contact wordt gebracht om dingen op te lossen. En ik denk ook als je het hebt over liefdesrelaties, dat je heel veel... Wil je wat erover vertellen, Rijn? Nou, ja, weet ik niet. Maar ook dat, ja, inderdaad, echt een karmische relatie, als je het mij vraagt. Hè. Ik weet niet hoe zij erop op zal zeggen, maar... Ja, dat voelt echt gewoon alsof we met elkaar nog heel wat uit te werken hadden. Mm. En het bizarre is ook dat je, tenminste in ieder geval, dat ik dat pas achteraf nu zie, weet je. Als je er zo in zit, dan zit je zo verstrikt in al die patronen en
al die triggers met elkaar. En dan achteraf in één keer, als je dat ziet, denk je, holy shit, ja. Mm-hmm. We hadden gewoon echt nog dingen met elkaar uit te werken. En, ja. Maar ja, het maakt het ook wel weer een soort van makkelijker om het een plek te geven, merk ik aan mezelf. Ja. Juist doordat ik het echt voel dat het zo is. Ja, en ik denk ook als je allebei er zo in staat en je weet van oké, dit is blijkbaar iets karmisch, er spelen dingen tussen ons en je kan dat samen oplossen, dat ook juist wel iets heel moois kan zijn. Maar als de een niet met persoonlijke ontwikkeling en transformatie bezig is, ja, dan krijg je gewoon vuur op vuur. Ik zie jou lachen. Ik denk dat wij steeds meer naar elkaar toe groeien. Ja. Het is zo mooi dat je zegt, we zijn verweven in elkaar. Ik ben al 18 jaar samen. Dat geloofde Brian niet, maar totdat hij mijn rozen ging tellen, zei ik, dat zijn toch wel echt 18 rozen. Ja. Dat komt omdat ik je echt jonger had ook geschat. Ik was even vergeten dat je 34 was. Ja. Alsnog is dat voor jouw leeftijd, is dat echt lang. Is heel lang. Ja. Ja, zeker in de maatschappij waarin we leven, waarbij we altijd meer, meer, meer willen en mooier, groter. Maar dit was gewoon goed. Dit was gewoon mijn eerste liefde. Dit was mijn alleen. Ik dacht, dit is hem, klaar. Maar deze man houdt wel heel erg van wetenschap. Mm. En ja, af en toe komen we een beetje naar elkaar toe. En soms ook niet. En dat is oké. We geven elkaar de ruimte erin. En we geven ook letterlijk en figuurlijk de ruimte elkaar in. Dus dat is ook alweer fijn. Dus we doen ook dingen los van elkaar. We hebben een hele goede relatie. Mm. Maar dan kan je weer in je eigen kracht staan. Dan dat je helemaal verweven raakt in het doen en laten van de ander. Of de energie van de ander. Of de emotie van de ander. En dat is wel heel fijn. Ja, bijzonder dat jullie zo lang al samen zijn. Zeker gezien het proces wat je net over jezelf ook beschrijft. Hè? Ja, dat je echt heel erg veranderd bent. En toch is er iets wat jullie nog bij elkaar houden. Ja. Ja, en wat ik dus ook mooi vind, is dat je het aan de ene kant heb je het over Lisa, presteren, dit, dat en dat. Maar je hebt wel al de hele tijd dus dezelfde man. Dus dan schep je toch ergens een soort van veilige thuisomgeving ook voor jezelf. Ja. Ja, ik ken hem. Het is echt een geweldig vent. Het is magisch. Ja. Het is mooi. Het is mooi. En het is ook mooi dat je elkaar de ruimte geeft om te ontwikkelen. En dat je ook allebei bereid bent om te ontwikkelen en ervoor wilt gaan. Want een relatie is gewoon hard werken. En als je daar allebei hele mooie stappen weer in vooruit maakt. Wij groeien gewoon naar elkaar toe, maar ook vooruit, allebei. En ik geef hem de ruimte in de manier waarop hij dat doet. En hij geeft mij de ruimte in de manier waarop ik het doe. Ja, ik vind dit dat dit ook een mooi bruggetje is van wat doet transformatiewerk dan ook gewoon met je, zeg maar. Ja. Kijk, en jij zegt dat heel mooi, dit doet het met mijn relatie. Maar ik kan me ook gewoon heel voorstellen dat er gewoon dingen gaan veranderen ook. Ja, en hoe blijf je dan mooi met elkaar wel in verbinding? En ik haal het even aan omdat er veel mensen zijn die juist dit soort dingen niet willen doen omdat ze bang zijn dat hun relatie dan minder wordt of zo. Mm. Maar juist denk ik, als je mooi met elkaar in contact blijft en je blijft erover praten, dat het juist onwijs kan floreren. Want wat is jouw visie daarop? Ik denk heel open en transparant blijven naar elkaar toe. En ook te delen waar je in zit en welke processen en hoe je erbij voelt. Op het moment dat je niet die transformatie gaat doen, zorgt dat ook juist weer voor frictie in je relatie. Want ja, je bent blijkbaar dan niet gelukkig in hetgene wat je doet, of wie je bent, of waar je voor staat. Je hebt heel veel trauma's. Ik dronk het weg, bijvoorbeeld. Ja, en hij vond dat niet zo heel erg leuk, zacht uitgedrukt. En ja, hij heeft nu een hele andere vrouw, maar wel een vrouw waar hij nog steeds echt dol op is. Ik doe nog steeds gekke dingen. Het is niet dat ik nu opeens zwevend op mijn tapijtje zit, absoluut niet. Ja, maar jij gaat wel elke ochtend om 5 uur wandelen en dan in je ijsbad. Ijsbad zeker, ja. Maar dat doen we ook weer samen. Oh, dus jullie gaan 's ochtends om 6 uur? Of eerder? Ja, ik om 6 uur en hij om 6:30 pakken we allebei wel ons ijsbad. Dus we hebben gedeelde deler. Enorme aanrader. Maar we hebben gedeelde delers en we hebben ook dingen die we los van elkaar doen. Hij denkt echt, ja, joh, ik ga echt niet eerder mijn bed uit. Dit is goed genoeg. Ja. Ik kom een uurtje later.
Maar hoe laat ga jij erin? Ik ga meestal ook pas rond 12 uur slapen of zo. Ja, 9:30. Ja. Dat vind ik ook een hele lekkere bedtijd. Maar ik heb een vriendin die gaat pas tussen 11 en 12 naar bed. Dus dan werkt het echt niet om zelf om 9:30 al zo te gaan. Want je blijft toch een soort van wakker dan of zo. Ja, mooi. En Rijn, hoe hebben jouw transformatieprocessen er ongeveer uitgezien? Wil je daar ons in meenemen? Dat is wel een hele brede vraag, hè, die je nu stelt. Hoe heeft het dan proces? Mag je hem zelf invullen hoe specifiek jij hem wil maken. Ja, als ik het even terugbreng tot het traject wat ik bij jou heb gevolgd, om even iets concreter te maken. En wat is daar dan de afdronk van? Dan merk ik gewoon dat mijn intuïtie echt ontzettend versterkt is. Dus dat ik eigenlijk heel snel voel van dat klopt niet, dit moet ik doen, daar moet ik mee stoppen. Die kant moet ik op, die kant moet ik niet opgaan. En ook wel het vertrouwen om daarnaar te luisteren. Want het kan natuurlijk zo zijn dat je het wel hoort, maar dat je die kant niet op durft te gaan. Ja. Of dat je er door tegengehouden. En wat ik ook merk, is dat er mensen op mijn pad komen die me een soort van zetje de juiste richting opgeven. Ja. En een hele korte anekdote daarover is dat ik een paar maanden terug bij de visboer stond. En dat er een wat oudere man naar me toe kwam en die begon spontaan een soort reading te geven. Okay. En allemaal dingen over me te vertellen. Ik begon over mijn rug te wrijven, over mijn arm en zo. En op een gegeven moment... Jij die haring eten. Je ziet het helemaal voor je. Ja, wil denken. En hij eindigde dat verhaal met Elohim Pallas Athena. En ik dacht van, nou, oké, wat is dat? Nou, ik heb het gegoogeld. En dat schijnt een spiritueel centrum te zijn in de buurt van Groningen. En Pallas Athena staat een aura spray. Nou, ik ben helemaal niet zo van de aura sprays. Zo maar... werf je klanten. Kan je wel verleren, Lisa, in de sales. Dit is een nieuwe koude acquisitie bij de visboer. Overal waar je bent. Ja. Maar goed, uiteindelijk had ik toch zoiets van, ja, hij had me echt wel geraakt. Ik voelde echt wel gewoon dat er van alles gebeurde. Dus nou ja, die aura spray toch maar besteld. En er zat een foldertje bij van een workshop. En het was een hele bizarre workshop. Dat ging over opnieuw incarneren, opnieuw geboren worden. Nou, dat zal ik nu niet vertellen. Maar ik ben er uiteindelijk naartoe gegaan. En dat was weer de volgende stap in het transformatieproces. Mm. Dus dat is wel een mooi voorbeeld van hoe een bizarre ontmoeting bij de visboer... Ja, tot weer de volgende stap in je proces kan leiden. En dat soort dingen, dat gebeuren steeds vaker. En ja, dat vind ik een heel mooi gevolg ook van wat er is gebeurd de afgelopen tijd. Mensen denken soms dat dat toeval is, maar in mijn ogen, ik weet niet of dat voor jullie, hoe dat voor jullie is, maar voor mij is er echt geen toeval. En worden die mensen juist op je pad gebracht om je iets te leren of op je een bepaalde richting in te duwen. Yes. Ja. Hey, maar het transformatiewerk is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn. En ik heb jullie nu vooral mooie dingen horen vertellen, wat het je heeft gebracht. Maar als we eens even de deur in gaan, zeg maar. Wat kunnen jullie daar wat over delen? Wat doet het nog meer met je? Want je hebt de mooie dingen, maar soms is het ook gewoon huilen. En is het pijnlijk? En is het verdrietig? En is het zwaar? Zou jij... Okay. Oh, ja, er zijn echt momenten dat het gewoon heel veel pijn doet. En dat je niet weet waar je het zoeken moet. En dat je hoofd, tenminste bij mij, dan voel mijn hoofd ontploft. En dat het heel zwaar voelt. En... Nou, wat ik zelf heb ervaren van, nou, door dit traject is dan juist door erbij te blijven, dan ga je zo'n proces door. Ja, want ik wilde net vragen ook, hoe ga je daar dan mee om, zeg maar, als je ineens met super intense emoties te maken hebt? Ja, erbij blijven. Echt processen. En hoe doe je dat? Erbij blijven? Want ik denk, oké, nou, klinkt heel leuk, erbij blijven. Maar ja, straks... krijg ik een aanval, een paniekaanval. Nou, probeer er dan maar eens bij te blijven. Ja, ik stap zelf dan vaak in de observatorrol. Dus ervaren dat ik in dat proces zit, weten dat ik erin zit. Maar dat het niet, ik ga er niet dood door of zoiets. Dus het voelt zwaar ongemakkelijk. Maar het is niet dat er daarna iets verder gebeurt. Ik voor mijzelf werken de protocollen. Om die op te zeggen. Om echt de energie eraf te halen. Maakt het makkelijk om het door te werken. Mm. En soms ook hulp. Soms kan het ook wel iemand zijn die dan eventjes als spaceholder bij is, terwijl je proces doorgaat. Ja. Ik denk ook wel dat het werkt als je het een paar keer hebt ervaren of zo. Dat je weet ergens, ik ga niet dood. Ja. Zeker, ja. Maar de eerste keer is wel dat je ziet van, wat is dit? Ja, maar het is denk ik ook wel zo, als je zeg maar dat konijnenhol ingaat en je gaat steeds dieper, dat is ook geen... weg mee terug of zo, hè? Nee. Ja, dan is het ook wel van, nou,
kom naar me op en gaan we naar nou door. Precies, kijk, er komt weer iets, we vakken het aan. Ja. Maar dat is misschien ook wel mooi, wat jij zei net, Lisa, van ik kijk dan positief naar de dingen. En ik pak dat meer op van, ik kijk meer naar de cadeautjes. Want je, volgens mij, even om het duidelijk te hebben, je zegt niet dat het negatieve er niet mag zijn, toch? Nee, dat zeg ik niet. Nee, oké, check, even helder. Maar wel heel mooi om te kijken van, wat gebeurt er dan? En hoe kan ik daar mijn cadeautjes uithalen? Ja. Wat zijn bepaalde intense dingen die jij daarin hebt meegemaakt? Het eerste wat in me opkomt is onze wurgsessie. Oké, wacht even. Dat zouden jullie niet doen, toch? Dit, Ik zei nog zo, begin niet over de wurgsessie, Lisa. Oké, context, context. Dat word ik gecanceld. Gaandeweg. Oké, vertel. Maar goed, ik heb geen blauwe plekken nu, toch? Dus het gaat goed. ik zit nu op 2/3 van mijn traject. En gaandeweg gaan we dieper. En pas je dingen toe die er nog meer voor zorgen voor het gevoel om het te ervaren. Mm-hmm. En een van de technieken die jij gebruikt is ook om echt, nou, de emoties te voelen. Laten we het houden op de emoties. Ja. Dan wordt ook gevraagd, waar voel je het? Waar zit die emotie opgeslagen? En in dit geval was dat bij mijn keel. En jij dacht, oh, dat is de long aan de voorkant. Dus ik leg mijn hand op de voorkant van je borst. Toen zei ik, nee, het zit echt op mijn keel. Oké, het zit echt op je keel. Dus jij pakt je beide handen en jij zet je handen om mijn nek heen. Om dat gevoel echt te doorvoelen. Met consent. Ja, ik vermeld hem even. En het interessante vind ik, is dat ik dat in het begin nog comfortabel vind ook. Hoe ik dat mag ervaren. En dat je geeft ook altijd gelijk aan. Geef meteen aan wanneer je dit wil stoppen. Ja, en dat duurt soms wel eventjes, omdat je echt wil voelen en door wil voelen van wat doen deze emoties nu met me. Yeah. En het is super intens. En vanochtend was ook heel intens. En ik voel me heel erg beurs nu. Maar ik ervaar het ook altijd als ik een sportles doe. Dan moet ik op een pilates staan. En dan moet ik 5 keer een oefening doen. En dan denk ik, oké, ja, het is zuur. Maar we gaan er doorheen. En ik weet, het is zometeen klaar. Mm-hmm. En zo ga ik eigenlijk ook door het traject heen. Ik bekijk het, ik ben nieuwsgierig, ik ga erin, ben niet bang, let's go, voelen en we mogen het weer loslaten. Ja, het is heel mooi dat soort dingen en dan moet je echt wel ook wel heel voorzichtig mee zijn, want je kan niet zomaar iemand bij zijn keel pakken of iemand wat dan ook. Of sowieso als je iemand aanraakt in sessies, eigenlijk altijd even vragen, is het oké dat ik je aanraak? Absoluut. Is het oké dat ik mijn hand op je keel plaats? Is het oké dat ik wat pulsering geef? Want heel vaak kom ik in sessies terecht ook en dan heb je te maken met ophanging of verknelling in de navelstreng. Ja, weet je, dan is het zo fijn om dit even gewoon te pulseren, om te voelen dat je daar zit. Ja. En dan ga je het voelen en dan doorleef je het, dan komt het los. Ja. En dan op een gegeven moment zeg je vanuit je eigen kracht, ik wil dat het nu stopt. Ja. En als je dan voelt, ik meen het echt, dan laat je het los en dan voem. Ja. En daalt die energie zo in en dan, ja. Maar dan merk je in het moment, merk je ook echt wel even die intensiteit van dat, wat dat natuurlijk met je doet. Want ik denk ook echt dat het soms, ik heb het zelf ook meer dan 100 keer ervaren inmiddels, dat het zo levensecht kan zijn als je daarin zit, ja. Hoe zie jij dat, Rijn? Ja, ik zei toevallig laatst zeggen, iemand, het is denk ik niemand die me zo hard heeft zien huilen als jij. Ah. En die me zo kwetsbaar en emotioneel ook heeft meegemaakt. En het is natuurlijk ook heel bijzonder dat zo naar boven is gekomen. Hè? En ik kan me nog een moment herinneren waarin we in regressie teruggingen naar de tijd in de baarmoeder. En dat jij mij vroeg van, Rijn, ben je daar alleen? Mm. En het was echt alsof ik compleet knock-out geslagen werd. En gewoon zoveel pijn voelde en zoveel verdriet van het besef dat ik daar dus niet alleen was. Mm. En dat in één keer ook alles op zijn plaats viel. He, dat de gevoelens van verlating, gemis. Alles viel in één keer op zijn plaats. Maar ook de onderdrukte emoties, het onderdrukte gemis eigenlijk. Ja. Wat in één keer omhoog kwam.
Ja, daarmee dus zeg je voor de helderheid van mensen die het niet begrijpen, dat je dus een alleen geboren tweeling bent. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Tenminste, mijn tweelingzusje is heel jong alweer heen gegaan, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En dat heb ik dus nooit geweten. Maar altijd natuurlijk wel een soort van gevoeld of zo. Een soort van gevoel van gemis. Mm. Wat ik nooit kon plaatsen. En wat in één keer als een soort van bom insloeg. Mm. En ja, wat dus ontzettend veel met mij heeft gedaan. Dat is denk ik een van de meest intense sessies geweest. Ja, wat heeft dat met je gedaan? Het heeft dus het enerzijds heel veel opgekropt verdriet. Wat er dus zat, heeft het letterlijk doen stromen. En het heeft heel veel dingen ook soort van verstandelijk op zijn plek gezet. Dat ik eindelijk begreep ook waar dingen vandaan kwamen. En waarom ik me voelde op een bepaalde manier. Mm. En waarom ik bepaalde keuzes maakte. Waarom ik in mijn vorige relatie bijvoorbeeld haar zo bij me wilde houden, weet je. Want ik was natuurlijk doodsbang dat er weer iemand wegging. Mm. Mm. Ja. En dat besef en dat voelen, dat is zo'n grote stap voorwaarts. Dat is bijna niet in woorden uit te drukken. Ja, ik ken het. Ik ben ook natuurlijk alleen geboren tweeling. Ja. Ik trek heel veel alleen geboren tweelingen aan. Maar ja, ik weet ook hoe intens dat is ook. Als je daar dus in zit en dat je dan voor je gevoel iemand kwijtraakt die alles voor je is, waar je zoveel liefde voor voelt. En dan ga je dat dus onbewust, als je dat niet weet, ga je dat in je andere relaties zoeken. En het maakt niet uit of de relatie, of dat nou met een persoon is, of met een druk, of met alcohol, of wat dan ook. Maar je wil ergens die verbinding weer voelen die daar verbroken is, ja. Nou, weet ik het even niet meer, maar jij ook, hè? Ja. 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 Ja, hoe is dat, wat heeft dat voor jou uiteindelijk voor effect gehad op je leven? Ik heb ook al inderdaad dat gemis, dat je al langere tijd ziet van, ik mis iets, maar waar zit dat dan in? En dat kwam voor mij wel al eerder in de opstellingen kwam naar voren, van volgens mij ben je dan een van een tweeling. En nu kon ik hem echt doorvoelen, dus en dat maakte voor mij veel meer dat dingen op zijn plek vielen. En dat ik daar veel meer rust in heb ervaren. Plus dat voor mij het contact er op een andere manier is. Van nu kan ik er bewust contact mee maken. Mm. Ook al is in ieder geval mijn tweelingbroer ergens anders. Maar is die er wel? Terwijl eerst was het een gemis. En nu zit hij is er gewoon. Ja, je herstelt of zo onwijs mooi die verbinding opnieuw. Ja. En hetzelfde denk ik ook wel. Ik weet niet of jullie dat per se in het traject hebben doorgemaakt. Ik onthoud niet alles. Maar ook als er voor jou bijvoorbeeld een miskraam is geweest. En dat werd een soort van weggestopt. Dan heb je ook al te maken met een ziel in het systeem dat zich niet gezien voelt. En zo kan het zomaar. Dat wat je van vaak ziet gebeuren is dat zo'n miskraam plaatsvindt of een abortus. Dat natuurlijk gaat een deel van die ziel gaat omhoog. Maar er blijft ook een deel vanuit angst. Ik zeg niet dat het altijd zo is, hè, maar wat ik dan ervaar, blijft zich een soort van vasthouden aan mama en die baarmoeder. En dat wil dan niet weg, want dat voelt ineens die angst, terwijl het van tevoren misschien al voor het incarneren is afgesproken, van ik ga er 2 maanden zitten, heb ik die aardse ervaring gehad, ga ik weer terug. Maar voor dat deel wat op aarde zit, is dat dan ineens dat vergeten of zo, en voelt die angst en denkt ik, wil je blijven? En dan kom jij of ik daarna in die baarmoeder en zit die energie van die miskraam of die abortus er nog, en jij incarneert en die energie gaat mee. Maar jij loopt ineens je hele leven met een gevoel van ik voel me niet gezien. Ik voel me niet gezien. En je hebt geen idee waar het vandaan komt. Want je ouders zijn er voor je. Je hebt vrienden, je hebt familie. Je bent altijd onder mensen. Maar toch heb je dat gevoel van, niemand ziet me. Ja, waar komt het dan vandaan? Dus als je met regressie dan gaat onderzoeken, zou je bij dit soort dingen terecht kunnen komen. Ja, het is echt magisch. Ja. Wat is het meest intense wat jij hebt meegemaakt, Shalina? Ja, dan ga ik toch wel voor de brandstapel. Oké, we gaan van burging naar alleen geboren tweelingen naar de brandstapel. Mensen gaan nu echt denken, wat doet die gast? Ja, nee. Dat vond ik wel echt intens. Gewoon dat te ervaren. Hmm. Maar ook inderdaad op die brandstapel. Ik rook alles. Ja. Voelde de hitte. Alles wat je dan meemaakt. Echt intens. Ja, en wat is dan de boodschap die je daar dan uit hebt gehaald als je in zo'n ander leven terechtkomt? Voor mij was het veel meer de angst om uit te spreken. Ook daar in dat leven andere mensen geholpen. Ja. En dat heeft geleid uiteindelijk dat tot verraad heeft geleid.
Daarin ook zien de mensen, want ik zag ook de mensen die ik had geholpen, die zag ik ook gewoon eromheen staan met de moeders en de kinderen en de man. Ja, ik herinner het me nog. Dat ik toen ook was, ja, toen ook wel door dat proces had van, maar zij konden niet anders dan dit ook gewoon zo laten, want anders had dat gevolgen voor hun leven. Ja. Dus daar kwam een soort vrede in. Mm. Maar ook wel van, dat was toen en ja, spreek je vooral wel uit. Ja, ik denk dat veel lichtwerkers dat ook hebben. Dat ze in een ander leven een kop eraf is gehakt. Omdat ze boven het maisveld uitkwamen of zich uitspraken voor dingen die niet eigenlijk konden in die tijd. En ja, dat komt nu natuurlijk ook wel weer gewoon omhoog. Dus de verkettering. Ja, het is bizar hoeveel mensen in de middeleeuwen en gedurende misschien, wat zal het zijn, 400-500 jaar, als het niet langer is. Nou ja, eigenlijk gebeurt het al misschien vanaf de geboorte van onze vriend Yeshua. Mm. Dat mensen al verketterd worden als ze een ander geloof hebben. Ja, hoe moeilijk is het dan wel niet als je nu weer voor de 100ste keer incarneert met zo'n dikke imprint van ik mag mijn waarheid niet spreken, want als ik dat doe, gaat mijn kop eraf. Ja. Ja. Ben je dat ook tegengekomen al in je sessies? Ik nog niet. Nog niet, hè? Komt nog. Jij, Rijn? Ja, toevallig een paar weken terug was ik bij iemand anders. Een kwantumhypnose heb ik daarin gedaan. Oh, mooi. Wat voor mijn gevoel best wel overeenkomst met regressie heeft. Het is een andere manier om op hetzelfde punt te komen. Tenminste, zo heb ik het ervaren. En daar kwam ik ook in de middeleeuwen inderdaad terecht. Waarin ik dus een soort keus tussen het goede en het kwade moest maken. En uiteindelijk voor het goede gekozen heb. Maar om die reden werd ik wel op het plein, zeg maar, onthoofd. Ja. Ten aanzien van het hele dorp. Maar dat emotioneerde me ook heel erg. Maar dat ik toch voor het goede gekozen heb om dus die les te leren van, oké, je kiest voor het goede en dan kan het ook zijn dat het slecht met je afloopt, maar heb je wel die les geleerd. Ja, en wie zijn wij om te bepalen dan dat het slecht afloopt? Ja, precies. Ja, goed. Het leven daar hield op. Ja. Maar goed, het leven in algemene zin natuurlijk niet. Mm-hmm. En waarom denk je dan dat we dat ervaren? Want je zou kunnen denken, je kan honderden vorige levens doorleven en blijven doorgaan. Maar wat is dan het belang ervan om toch wel misschien een aantal levens te doen waar dezelfde thema's bijvoorbeeld in zitten, om dat te doorleven? Nou ja, zodat je echt goed doordrongen bent van het maken van die keuze. In dit geval dus het kiezen voor het goede. Ja, hoe ontzettend belangrijk dat is. En dat was ook weer een reminder om in het leven hier en nu, en dan gaat het om veel kleinere dingen, daar ging het echt om leven en dood. Ja. Maar hier maak ik soms ook wel eens keuzes waarvan ik ergens diep van binnen wel voel, dat eigenlijk niet de goede keuze. Het is iets heel kleins. Mm-hmm. Maar het heeft me wel weer bewust gemaakt om daar dus de hele tijd wel scherp op te zijn. Van ook al voel je dat van, dit is eigenlijk niet de goede keus, doe het dan ook gewoon niet. Precies. In plaats van dat ik het overroel met mijn hoofd, kan wel een keertje, weet je wel. Ja. Ik denk ook wel dat het altijd weer ergens rechtgezet kan worden, maar juist dat ook wel gewoon ervaren van, oké, ik voel dat het niet de juiste keuze is. Eigenlijk moet je het dan ook gewoon niet doen. Precies. Ik moest laatst echt zo lachen, ik moest er gaan denken. Weet je nog dat je in het begin van het traject zei, ik moet over 9 maanden waarschijnlijk mijn huis uit en ik heb nu al dat klopt. Nu al stress. Dus dat was een thema wat omhoog kwam. En ik moest ook mijn huis uit afgelopen maart. Ja. En toen was het december en nog geen woning. En ik dacht, ik kan echt niet in paniek schieten nu. Want ik heb Rijn verteld dat hij niet in paniek kan schieten. Want het komt goed. En ik heb in die periode echt wel een aantal keer aan gedacht als ik het voelde opkomen. Ik denk van, maar dit hoeft helemaal niet, want er wordt voor me gezorgd. En dat heeft echt ook geholpen om, dus zo zie je maar weer, jullie hebben dan bij mij het traject gevolgd, maar ik leer net zoveel ook gewoon van jullie daarin. Dus dat komt dan in momenten, komt dat gewoon omhoog. En 4 keer hebben we, niet alleen ik, maar S en ik nee gezegd op een huis die we konden krijgen. Dacht, dit voelt gewoon niet goed. Dus als je het hebt over het volgen van het gevoel, kan het doen vanwege tekorten of angst en ja zeggen. Maar ja, word ik dan blij? Nee, en uiteindelijk 3 weken voordat we uit het huis moesten, kwam er iets op ons pad. Ja. Toevallig ook weer via. En zagen we gelijk van, dit is het. Dus dat is echt wel heel mooi hoe dat werkt als je gewoon in vertrouwen blijft en weet dat je wordt opgevangen of zo. Precies, ja. Ik zag dat je ook postte inderdaad. Ik wilde nog reageren, had ik uiteindelijk niet gedaan. Omdat we inderdaad daarin eigenlijk vergelijkbaar proces doorlopen zijn. Ik heb ook op een gegeven moment woningen bezocht. En dan zou ik het kunnen krijgen, maar ik voelde ergens diep van binnen
van, moet ik niet doen, weet je. Ja. Wacht nou maar, het komt. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk is het ook letterlijk gekomen. Ja, dus ja, dat is mooi, hè. Dat vertrouw ik. Dat is ook wel iets wat ik zelf over wil brengen. Dat je, dus ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren, dat het leven echt wel weer voor je gaat werken en dat je er middenin mag staan en dat je daarin mag omarmen wat er op je pad komt. Of dat nou trauma en pijn is wat je te helen hebt, maar ook juist de mooie dingen en dat je daar ook weer van durft en van mag genieten. Ja, ja, het is de beide kanten. Het is niet alleen maar de leuke dingen, maar ook het is alles doorvoelen wat er is op dat moment. Ja, zeker. Weet je, vaak heb ik het ook over hemel op aarde en dan denken mensen dat dat alleen maar over bliss gaat. Kan, maar ik denk dat het er onderdeel van is. Maar volgens mij gaat het juist om de balans daarin. En is het een gevoel van acceptatie en innerlijke vrede dat je gewoon kan zijn met wat er op je pad komt. Ja. Hoe heb jij dat vandaag de dag ervaren? Hoe ervaar jij dat vandaag de dag? Als in? Het accepteren, de vrede. Dat je je pad kan omarmen. Ja, overal eigenlijk goed. En er komt ook heel veel op mijn pad. Heel veel mooie kansen waar je dan voelt van, ik ga hier ja op zeggen of juist nee. Want je hebt je eigen praktijkruimte nu, toch? Ja, nice. We zijn nog druk in de verbouwing. De stoffase is voorbij. Maar heel druk daarmee bezig. Maar het is ook, ik ben in Nijen verhuisd, van de Randstad naar de Veluwe, maar dat er dan een goede huis keuze. Op je... Ja, goeie. dat er dan een huis op je pad komt, maar ook een baan waarvan ik zou zo graag een baan waar het echt om mensen gaat en met een bepaalde gedachtegoed en dat dan het op mijn pad komt. Tuurlijk, je moet solliciteren, want het is niet zo dat het letterlijk in je schoot geworpen wordt. Je moet er wel iets voor doen, maar het komt wel. En dan is het springen. En ja, er zijn ook af en toe momenten dat ik merk, het is even niet leuk. En dat is ook oké. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. En dat leer je denk ik ook wel mee omgaan dan. Hè? Ja, ik denk dat dat het echt is. Het leren mee omgaan, niet in paniek raken. Denk ik dit of voel ik dit? Het is oké. Ja, mooi. En jij zei het net natuurlijk al even, Rijn, van de toevallige ontmoeting bij de visboer. Ja. Ja, dat is supermooi hoe dat dan werkt en dat je daar ook aan over kan geven. En ik weet niet, ik vraag me nog steeds heel erg af hoe dat er dan uit heeft gezien bij de visboer. En misschien als het op vrijdagmiddag was, dan staan er ook nog eens 30 mensen. Maar kun je daar ons nou, ik ben nu wel nieuwsgierig, nog iets meer in meenemen hoe dat er dan uitzag? Het was een zaterdag, dus het was zeker druk. Ja. Het was op de markt, dus ja, zaterdag op de markt is het gewoon druk. En het was een man die heel erg aanwezig was. Hij was echt heel erg aan het schreeuwen, ook tegen het vissen of tegen het personeel daar en zo. Dus ik had wel zoiets van, bijzondere man of zo. Ja. En op een gegeven moment kwam hij aan mijn tafeltje staan. En toen dacht ik al van, nou ga ik het krijgen. Ja. Maar in plaats van dat hij tegen me ging schreeuwen, werd hij ineens heel zacht. En begon hij echt van, je bent echt een gevoelige jongen, merk ik. En je hebt heel veel licht en kracht in je. Maar het is belangrijk dat je ook echt van jezelf houdt, weet je wel. Jij geeft heel veel aan andere mensen. Maar denk ook aan jezelf. Allemaal van dat soort dingen. Dat gaf je me dus mee. Maar heel even, het komt voor mij ook een beetje over. Ik heb een beetje een allergie naar mensen die naar je toe komen en zeggen, ik zie dit bij jou en dat bij jou en zus bij jou. Hoe was dat voor jou dan in dat moment? Ik voelde van alles gebeuren. En daar zat het hem denk ik vooral in. Hij raakte me ook aan. En dat voelde op een gekke manier fijn of zo. Okay. Alsof hij dingen aan het doen was bij me. Dingen, weet ik veel, aan het schoonmaken, opruimen. Ik weet, op de een of andere manier voelt dat heel fijn en raak. Want anders was ik er natuurlijk ook niet verder in gegaan. En op een gegeven moment zei hij ook ineens, oké, doei. En toen liep ik nog achter me aan van, mag ik je nummer? Dus ik heb zijn nummer nog wel. Ik heb hem nooit meer gebeld over. Ik ga dit morgen ook doen bij de visboer. Nieuw businessmodel. Hey. Jij bent al alleen geboren tweeling. Hier is mijn nummer. Ja, het is... Ja, wat ik zeg, het was gewoon een gevoel van, hij is op mijn pad gezet om mij iets duidelijk te maken. Om mij een bepaalde richting op te sturen. En dat voelde ik eigenlijk meteen van, dit is iets bijzonders. Ja. En, ik voelde het niet als storend. Ik denk dat je dat ook wel kan opmerken in het moment. Zeker. Wanneer iemand naar jou toe was gekomen en je had waarschijnlijk gedacht van, maar dit voelt echt niet oké. Diegene wil zich gewoon laten horen. Dat is ook een soort van andere energie of zo erachter. Ja. Nou, mooi, dankjewel voor het hele. Mooi. Ik vind het een fantastisch verhaal, de man bij de visboer. Heerlijk. En Lisa, ben jij al mooie dingen op je pad tegengekomen als het gaat over jezelf meer overgeven aan het leven?
Jazeker. Ik denk dat mijn laatste keuze een hele mooie is. Ik vlieg volgende maand, of eigenlijk eind deze maand, voor een maand naar Bali. Ja. Ja, dat zijn een van de grote stappen die ik nu neem om echt voor mezelf te kiezen. Dat is ook het beginpunt eigenlijk van mezelf opeenzetten, zelfliefde. Mm. En dat starttraject duurde heel lang voordat ik me ging aanmelden bij Brian. En ik had daar heel veel moeite mee om dat aan mezelf uit te geven en voor mezelf te doen. Ja, en nu zit ik in een fase dat ik... Toen begon ik eigenlijk als al freelancer. Dat ik steeds meer ontdek dat ik niet stress heb of onzeker ben over welke opdracht er gaat komen. Want ik zit continu in een fase van een begin en een eindpunt en wat komt er daarna. En ik hou me daar steeds minder mee bezig. En ik kan nu ook gewoon zeggen, ik ben zo relaxed. Maak me niet druk. Ik heb geen stress over een nieuwe opdracht. Want die heb ik nog niet. Maar ik ga wel reizen. En ik voel gewoon heel duidelijk dat ik dat nu mag gaan doen. Dus ik denk dat dat voor nu een hele mooie stap is om te zetten. En daar gaan gewoon dingen ontvouwen. Ik voel heel duidelijk dat ik daar naartoe mag gaan. Dat ik bezig mag gaan met mijn plan. Wat wil ik verder gaan doen? Hoe wil ik een vertaalslag maken van het voorouderlijk werk met het werk wat ik nu doe? Ja. En omdat je open staat en ervoor open staat, ontvang je ook gewoon veel meer. En sinds ik mijn zachte kant laat zien en mijn kwetsbaarheid, krijg ik ze ook terug. En daar komen gewoon hele mooie dingen uit. Ja, want je vertelde me ook al dat er best wel wat mensen ook gewoon nu al naar je toe komen. Die dan zeggen, oh, je bent oordeelloos en makkelijk met je gaan praten. En van alles bij je neerleggen in principe ook, ja. Is dat iets nieuws? Ja, want ik was voorheen niet echt iemand waar je naartoe ging stappen. Ik had een enorme muur om me heen en men noemde mij arrogant en andere dingen. En sinds ik mezelf openstel en mijn hart openzet, ontvang ik zoveel. En dat zijn eigenlijk allemaal zulke mooie cadeaus. Mm. En ik ervaar de opdracht waar ik nu zit, dat een soort van testcase is van alles wat er in de afgelopen 10 jaar gebeurd is. Dat is gegoten in 1 opdracht. En kijk maar hoe je ermee omgaat. Een soort van examen heb ik het idee. Van oké, als je dit kan fixen, ja, dan gaan er gewoon... Ik ervaar en ik voel nu ook dat er dan gewoon hele toffe dingen gaan gebeuren. Ja. Wat mooi dat het zo weer gebeurt. Ik kijk ook zo naar jullie en ik zie ook dat jullie alle drie ook gewoon aan het stralen zijn. En gewoon in je kracht staan en hetgeen wat jullie doen. En dat vind ik echt wel heel mooi om te zien. Hey, maar waar ik ook nieuwsgierig naar ben, je duikt dan een proces in. Of dat nou een traject of zo is, maakt niet zo uit. Maar als je het innerlijk werk gaat doen, dan heeft dat invloed op je omgeving. Wat zijn nou dingen waar mensen dan rekening mee moeten houden? Ja, ik denk wel, je gaat zelf staan. Dus dat heeft invloed op je omgeving. Met dat je toch anders gaat doen dan wat ze van je verwachten. En dan is wel de kunst om te blijven staan. En als je voelt dat dat je pad is om je het niet van de wijs te laten brengen. Ik denk dat wel iets is. Mm-hmm. Maar ook dat juist mensen inderdaad zeggen, oh fijn dat je, nou ja, je staat veel meer. Ja. Dus dit werkt beide kanten op, hè? Het kan positief of negatief door de omgeving worden gezet. Ja. Ja, met de omgeving bedoel je dan meer familie, ouders, vrienden. Ja, alles eigenlijk wat in werk, alles. Eigenlijk wat daarin speelt. Ja. Omdat mensen onbewust denk voelen dat er iets aan het veranderen is. Klopt. En sommige mensen supporten dat en anderen voelen misschien van, oh, wat de fuck gebeurt er hier? Ja. Wat ben jij aan het doen? Ja. En wordt een soort van hun eigen dingetje misschien ook wel bedreigd. Omdat iets vertrouwds gewoon verandert. Als dat altijd al zo is geweest, kan ik me ook voorstellen de omgeving als iets zegt van, hey, wat gebeurt er nu? Ja. Ja, ik herken het ook wel. Dat was ook een van de eerste dingen die Robert Bridgman toen tegen mij zei. Van, in het begin gaan mensen een soort van weerstand op je hebben. Gaan ze boos op je worden? Gaan ze afstand van je nemen? Gooi ze alles in de strijd? Ik gebruik wel het mijn eigen woorden eraan. Om jou bij hun te houden, zeg maar, in je oude patroon. Maar op een gegeven moment zien ze dan dat je gaat staan. Dat je blij bent, dat je krachtig bent, dat je borst vooruit is, dat je je goed voelt. En dan is het ineens, wat heb jij gedaan? Ja, heel mooi dat proces is. En ik zie dat eigenlijk bij iedereen ook wel terugkomen. Dat er soms echt wel weerstand komt vanuit de omgeving. Ja. Wil je iets aan toevoegen, Rijn?
Nou, ik zat mezelf even af te vragen van hoe heb ik dat ervaren? Of hoe ervaar ik dat? Ja. En bij mij is dat misschien al iets langer gaande. Omdat ik mijn vriendengroep van vroeger, middelbare school, universiteit en de voetbalclub, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Dat ik daar al wat langer afstand van aan het nemen ben. Dus niet eens bewust afstand aan het nemen, we groeien gewoon andere kant op. En ik voel eigenlijk dat dat van beide kanten gewoon helemaal oké is. Ik had het gisteren nog met een vriend over die nog wel, waar ik nog wel mee omga. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Het voelt gewoon op een gegeven moment van, hey, het matcht niet meer. Je gaat naar andere dingen. Je bent met andere dingen letterlijk bezig ook. Dus ik heb het niet echt ervaren als dat, ja, dat er echt ruzies uit ontstonden. Of dat mensen echt dachten van, wat de fuck is hij nou aan het doen? Ik heb het eigenlijk best wel als een soort van natuurlijke overgang ervaren. Ja. Voor mij was het echt gewoon, bij mij gaat alles vaak zo. Dan, als iets eindigd is, dan is het ook gewoon klaar. Dus bij mij was het wel ineens vriendengroep weg. Ineens ander werk. Ineens dit, ineens dat. En dat soms wel een soort van, kan een beetje abrupt zijn of zoiets. Maar aan de andere kant is het ook soms wel weer gewoon fijn als je wat gemakkelijker ook weer dingen kan loslaten of zo. Maar ik herken wel die weerstand ook vanuit omgeving. Niet vanuit mijn ouders, dat was echt super fijn, altijd gesteund. Maar wel vanuit de oude vriendengroep met feesten en drugs en zo. Dat die dacht, nou, Brian is gewoon knettergek geworden. Ja, misschien is het ook wel zo. Maar dat merkte ik wel. Maar jullie kennen mij. Ik ben gewoon verhuisd naar Terra Nova voor 15 maanden. Dus ik had al gelijk ook een andere omgeving. Maar ik krijg wel vaak terug dat mensen het ook echt wel moeilijk vinden om in de, dat ze dingen in hun relatie merken, dat ze dingen bij hun familie merken, dat de dingen teruggekoppeld worden. En dan inderdaad, wat jij zo mooi zegt, dan nodigt het wel echt uit om bij jezelf ook te blijven. Want ja, je kan ook weer teruggaan naar het oude. Maar ja, word je daar dan zelf echt gelukkig van? Ik denk dat het een van de manieren is van het universum, mocht het ons testen, dat te kijken van, wil je dit echt? Ga maar dan even door de weerstand heen en laat maar zien. Laat me zien dat de groei is. Ja, mooi. En Rijn, vraag ook voor jou. Weet je, als je innerlijk werk doet, waar moeten mensen dan rekening mee houden? Dat het ook pittig is. Hè? We hadden het al even kort over. En ik merk ook wel in die 9 maanden ongeveer dat we natuurlijk samen aan de slag zijn gegaan. Dat was best wel een zware tijd. Waarin ik ook toen veel vrije tijd had. Dus ook tijd had om het te laten integreren, om het te laten zakken. We hadden het er van tevoren al even over, dan moet je lachen. Voor mijn gevoel was dat ook echt wel nodig. Ik had dat nu veel moeilijker kunnen doen, omdat nu mijn leven gewoon wat drukker is dan toen. Mm-hmm. Ik zou dit wel aangaan als je de ruimte ervoor hebt, hè, de innerlijke ruimte ervoor hebt. Ja. En de een die doet dat misschien met wel een drukke baan ernaast en allemaal andere dingen en die creëert gewoon de ruimte. En de ander zoals ik had er echt gewoon tijd en ruimte gedurende de week voor nodig. En ik kan me herinneren dat wij ook nog wel een soort van frictie op een gegeven moment hadden, dat ik het traject graag over nog meer maanden uit wilde smeren. En dat jij zei, nee, Rijn, dat gaan we niet doen. Ja. Dus dat eigenlijk, dat komt er nu even in me op. Naast natuurlijk alle mooie dingen, hè, maar die zijn denk ik ook al voldoende benoemd. Ja, ik denk inderdaad wat je zegt, dat het ook wel heel goed is als je beseft, dus nu heb je het inderdaad over het traject, maar met innerlijk werk, dat wel gewoon tijd vraagt. Ja. En wel iets wat gewoon dagelijks wil. Je gaat het proces met jezelf aan en je gaat daar dingen in tegenkomen. En soms kan het een dag duren, maar het kan ook wel eens 3 dagen duren dat je ergens in zit. En misschien soms zelfs eens een week. Wat zou jij daar voor tip in geven, Lisa? Ik heb met jou een onderlinge afspraak gemaakt over mijn reflectieverslag. Dat is wel iets wat ook onderdeel is van het traject. Wat in eerste instantie echt super fijn is, want je gaat voelen van oké, wat heeft het eigenlijk gedaan? Wat doet het met me? En er staan vragen ook in van oké, heb je advies voor mij? Hoe wil je de dingen anders zien? Waar wil je aan werken? Ervaar je dingen anders in de afgelopen week? Ja, en ik kwam er gewoon steeds niet aan toe om die af te hebben voordat we een nieuwe sessie ingingen. En ik hou niet zo van huiswerk. Ik denk dat het daarop neerkomt. Waarbij wij hem nu gewoon in hebben gezet van oké, als wij een call hebben tussendoor, wat ook echt super fijn is. Want dan check je gewoon even in, weet je, hoe sta je ervoor? Heb ik mijn verslag ook af.
En dan kunnen we die ook nog even samen doornemen. En dan weet gewoon, en dan weet jij ook al van, oké, zo zit ze erbij. En dan een week later of twee weken later hebben we de sessie. Ja. Dus dat is wel iets. Ja, en ik blok gewoon één hele dag vrij. Zodat ik hem ook echt als, staat ook echt bij MeTime. Zodat ik ook echt gewoon lekker in kan zakken met wat er gebeurd is. Lekker niks kan gaan doen. Dat voel ik me wel goed. Dan ga ik iets leuks doen. Ik zorg altijd dat ik extra lief ben voor mezelf. Gewoon dat. Of wandelen. Rust. Ja. Dat je die tijd er ook voor vrijmaakt. Ja, want wat voor dingen doe jij dagelijks om een soort van je lijf en je geest te onderhouden? Het ijsbad. Ijsbad, ja. Ik probeer wel. In het ijsbad doe ik mijn protocol. Mm-hmm. En wat bedoel je met mijn protocol? Het protocol is het huiswerk wat ik voor jou meekreeg. Oké, nice. Het is eigenlijk wel een soort van de intentie zetten voor de dag. Ja. En dat werkt echt super fijn voor mij, want dan weet ik gewoon, ik start nu de dag in het bad en ik ben gefocust. Ja. Ijsbad is 5 minuten, protocol is 2 minuten. Dan heb ik daarna nog 3 minuten om in meditatie, de stilte, de vogels te horen. En dat is mijn start. Zo ziet mijn routine eruit. Vervolgens ga ik naar beneden, pak ik mijn cacao. En ga ik vaak nog even met blote voeten buiten staan, katten naar buiten. Ja, en dan ben ik gewoon even lekker rustig. Soms ga ik een half uur mediteren / yoga doen in de ochtend. Ga ik mijn dag in, ga ik werken en einde dag sporten. Mooi. Ja. Ja, dat klinkt als een goed ritueel. Ja. En ik denk ook dat dat nodig is om, als je innerlijk werk aangaat, dat je juist dagelijkse rituelen moet hebben om dat integreren. En meditatie is daar natuurlijk echt wel echt heel mooi in. Hoe zit jou, wat doe jij dagelijks, Rijn? Ja, het is een mooie aanvulling op wat ik net zei, van dat echt de rust en de stilte en de natuur opzoeken. Ik merkte dat echt gewoon key is. Als ik dat gewoon een dag niet doe, dan voel ik het meteen. En wat ik verder doe, ik begin ook altijd met het protocol. Dat 's ochtends en 's avonds doe ik. Ja, goed. Ik kan me voorstellen dat mensen ook wel heel nieuwsgierig zijn. Nou, van, hoe ziet zo'n protocol eruit? Boek maar een sessie. Wordt nu zo vaak gevallen. Ja. Mensen protocol. Zeggen tegen mij vaak, van als ik dat vertel, van, wat bedoel je dan met het protocol? En, dus dat doe ik. Ja. Altijd even 's ochtends 5 minuten in stilte voordat ik dat doe. Om eventjes in mijn lijf te zakken, even te voelen, wat is nou echt mijn intentie van vandaag? Wat heb ik nou echt nodig? Ja. De natuur dus. En ik sluit de dag altijd af met, dus ook weer een protocol, ademhalingsoefening. En even weer tot mezelf komen. Ja. Dus als mensen nu afvragen, wat is een protocol? Laat het even weten in de comments. Dan nemen we even contact met je op. Misschien ik, misschien Jeline, misschien Rijn, misschien Lisa. Who knows? Maar iemand. Oké. Dus dat eigenlijk. Maar ja, nog één keer even benadrukken hoe belangrijk de natuur voor me is. Dat boom zitten is ook echt zwaar onderschat. Dat heb ik ook ontdekt de afgelopen periode. En dat is zo fijn. Ik heb een favoriete boom. En die heeft ook precies een soort van, ja, deel waar je lekker in kan zitten. Dus dan kan ik zo achterover leunen en dan lig ik zo en dan ben ik de dag even aan het overpeinzen. En vroeger had ik waarschijnlijk mezelf voor gek verklaard. Maar nu weet ik hoe heerlijk dat is en hoe belangrijk het ook gewoon is. Mooi. En wat doe jij dagelijks? Nou ja. Je schip te onderhouden. Ook 's ochtends protocol en ter afsluiting van de dag protocol. Ik begin altijd met meditatie. En voor mij is het altijd wel belangrijk om uit te lijnen. Dus dan is het echt van 's ochtends eerst uitlijnen. Ja. En dan het protocol. En zo start ik de dag. Ja. Mooi. Mooi. Ik begin 's ochtends altijd met een les uit een cursus in wonderen. En die les neem ik dan gedurende de dag mee. En de ene keer zegt de les dat ik 20 minuten op iets moet mediteren. En de andere keer moet ik elke uur iets herhalen. Dus dat vind ik heel fijn. Mm. En dat helpt me heel erg om van angst naar liefde te bewegen. En steeds meer te beseffen dat ik en alles om me heen God is en dat ik onderdeel ben van God. En dat vind ik iets heel moois. Dus het is altijd stilte meditatie zit daar ook in verwerkt. Ik ben bezig met een opleiding tot Ancient Egyptian Healer. En het eerste gedeelte is online en het andere gedeelte is straks in Egypte in oktober. Dus dan moet ik elke dag 2 kaarten uit een deck trekken. Die ene kaart die zegt wat over mijn baakkracht, dus dat zijn mijn lichtkrachten.
En de andere kaart zegt wat over mijn K-kracht, de aardse krachten, de donkerte. Mm. En zo kan ik daarmee werken van, oké, wat zegt dat vandaag over mij? Wat kan ik daar vandaag de dag mee doen? Dan ga ik een bulletproof koffie maken. Ik zeg expres bulletproof koffie, want dat is koffie zonder schimmels. Met MCT-olie en grasboter erin. En dan, ja, dat geeft me superveel energie ook. En die drink dan vaak samen met Esther. En dan gaan we 40 passages uit de Bijbel oplezen. En met ons gevoel daarmee verbinden. Die zou je denken, Bijbel, wat is dat dan? Maar laatst had Edwin Selei hier aan tafel. Die kwam met die 40 passages. Mm. En dat is juist super mooi, want hij heeft in principe ook niet een verbinding met de kerk of zo. Maar het is daar juist van losgetrokken. En als je dus gaat kijken wat daarin staat. Het Koninkrijk God is in u. Zoek en gij zult vinden. Allemaal dat soort passages aan de ramen, die zijn onwijs krachtig. Dus die, ja, daarmee programmeer ik mezelf misschien een soort van opnieuw. En daarna doe ik nog 42 wetten van maat. En dat zijn 42 wetten uit het oude Egyptische Rijk, die bijdragen aan veel meer balans in je leven. Dus ik ben dankbaarheid, ik heb de intentie om vanuit zuiverheid te bewegen, ik heb een lach op mijn gezicht, dat soort dingen staan er allemaal in. Dus dat is een beetje mijn ochtendritueel. Ik denk dat ik ongeveer 3 kwartier, 1 uur mee bezig ben. En gedurende de dag dus dan, ja, de les van de cursus in wonderen meenemen. Soms doe ik nog een extra meditatie 's avonds. Ik wandel ook super graag in de natuur. Niet dat het altijd even relaxed is met 3 honden die alle kanten op rennen. Maar wel weer leuk om je focus daarin te trainen. Dus de natuur werkt voor mij echt heel goed. En ik ben tegenwoordig echt into biohacking. Dus ik doe van alles uitproberen. Grasgevoerd, biologisch vlees, MCT-olie. Ik zei net al grasboter wat ik in mijn koffie doe. Ik heb tegenwoordig een ring om. Is niet gesponsord. Die was het maar zo'n feest, maar helaas niet. Die alles trekt van mijn stressniveau tot mijn slaap, tot mijn beweging. Ik zat eergisteren op de bank. En toen zei ik tegen S, moet je maar nou zitten? Want ik kan niet zo heel lang achter mijn laptop zitten. Want dat trekt me, die straling trekt me helemaal leeg. En het was 's avonds. Dus ik had een blue light blokker op. Dus. Ja. En ik zat met mijn voeten op een aardingsmat. En tegelijkertijd was ik dit nog aan het trekken. En ik had nog iets bij me. Want ik dacht van, oké, wat... Oh nee, ik had de Heely om, zeg maar. Dus ik dacht echt, oké, kijk, zie mij nu zitten, zeg maar. Maar ik ben de laatste tijd heel erg bezig ook met hoe kan ik mijn gezondheid optimaliseren? Hoe kan ik zorgen dat ik beter slaap? Hoe kan ik zorgen dat ik me krachtiger voel? Dat ik meer energie heb? En dan... Ja, dan kom je voor mijn gevoel al snel natuurlijk het transformatiewerk. En biohacking helpt mij daar tegenwoordig echt wel heel mij om alles te meten. Om te kijken van wat doet dat eigenlijk met me. Dus dat, daar ben ik wel een hele dag mee bezig met dat soort dingen. Ja. En hoe bepaal jij wat voor jou werkt en wat niet werkt? Goede vraag. Kijk, vanuit biohacking heb je een bulletproof dieet. Kijk, en ik ben er mee bezig. Dus ik ga niet zeggen dat ik alles wel weet, maar er zit een aantal voedingsdingen in, waarvan ik zeker dan weet volgens het dieet dat goed voor me is. Nou, ik heb bijna twee weken zo gegeten en ik merkte echt dat mijn energie echt omhoog ging. Mm. Dus daar zit dan bijvoorbeeld bijna geen zuivel in, behalve wat niet bewerkt is. Nachtschade, dus bepaalde voeding eet je niet. Je eet heel veel soorten noten niet, omdat daar schimmels in zitten. Dus je gaat echt soort van echt wel terug helemaal naar de basis. En vanuit daar ga je dus dingen toevoegen. Zo kwam ik er dus achter laatst toen ik champignons ging eten. Dat ik daarna ineens super moe werd. Ik dacht, waarom is dat dan? Maar die staan op de bulletproof dieetlijst ergens onderaan, omdat er super veel schimmels in zitten. Mm. En als mens kunnen we bijna niet tegen die schimmels. Dat is ook de reden dat mensen wanneer ze koffie drinken vaak daarna echt zo'n energiepiek hebben en daarna of gewoon moe zijn of na het koffiedrinken al moe worden. Dan denk je, hoe kan dat? Maar dat komt dus omdat er een super hoog percentage schimmels in zitten. Dus dat soort dingen ben ik dan gewoon aan het testen. Gewoon, oké, hoe voelt dat met me? Hoe voelt dat in me? En die ring nu ook, dus ik kan zien hoe ik slaap. Nou ja, nu ben ik er wel eens achtergekomen dat mijn remslaap niet heel erg best is. En die is wel heel belangrijk. Dus dan gaat hij straks tips geven hoe ik die remslaap kan optimaliseren. En dat vind ik het mooi, want dan maak je de koppeling met transformatiewerk. Want mijn remslaap is niet goed. Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat je al wakker moet blijven. Ja, dus je moet paraat zijn. Stel je voor wat er al gebeurt. En dan heb je die crossover, die verbinding met het transformatiewerk. En kan je dus kijken wat voor trauma daaronder zit. Dus ik vind dat heel mooi. Dat werkt heel goed samen. En misschien dat mensen nu dit luisteren en denken vlees eten. Nou, ik ben uitgetuned. Maar
ja, weet je, ik volg voor mezelf wat daar goed in is en wat voor mij goed voelt. En ik zeg niet dat ik dat over 10 jaar weer doe, maar op dit moment wel. En ik ben 2 jaar ben ik vegetarisch geweest. Ik werd en super mager, dan kan je zeggen, dan moet je meer eten. Maar ja, mijn energieniveau werd echt steeds lager. En ik werd steeds moeier. En dan kan je vragen, waar komt dat dan? En ik at vlees en het was weg. Ja, dus voor mij is dat wel een teken dat het voor mij in ieder geval op dit moment werkt. En ik denk ook wel dat je heel veel verschillende soorten vlees hebt. Want als je naar de Albert Heijn gaat en je koopt Thijs vlees. Nou ja, ik heb het geprobeerd. Dat is echt niet. Dat doet echt iets met je energiesysteem. Maar als je voor grasgevoerd biologisch vlees gaat, weet je in ieder geval dat de dieren een goed leven hebben gehad. Nou kan je dus de vraag stellen, is het dan oké dat een mens alsnog een dier doodt? Ja, weet niet. Ik weet niet of dat per se zo hoort. Er zijn ook weer verschillende theorieën over. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar allemaal onze eigen keuzes of zo in moeten maken. Wat voor ons daar passend in is. En voor de een die gaat supergoed op vegetarisch. Maar gaat niet een boodschap verkopen dat dat de enige manier is. Want we zitten allemaal heel erg anders in elkaar. En op dit moment zeg maar lichaam, ik heb vlees nodig. Ja. Maar misschien zeg maar lichaam volgend jaar, ik wil dat je helemaal niet meer eet. Dat en dat je op prana gaat leven. Ja, maar dat is ook de fase net wat je zegt. Het voelt nu goed voor je. Dus je kan niet altijd zeggen van, oké, maar nu en dan moet het voor altijd zo zijn. Ja, dat denk ik ook. Hoe zien jullie dat? Want voor mij is het zoiets van, alles is altijd open of zo. Zeker. Zeg niet bepaalde dingen vast, dit is de manier en zo moet het zijn. Ik verander mijn traject en mijn werk is ook continu aan het optimaliseren en dat verandert ook. Ja. Ja, er is ook niet één iets wat voor iedereen werkt. En dat zeg je natuurlijk net heel mooi, denk ik, over voeding. Ja, er zijn zoveel verschillende diëten. Nou, ik denk dat de lijst oneindig is. Ja. En allemaal claimen ze dat het is. Ja. Terwijl ze volledig verschillen van elkaar. Ja. Dus ja, dat is ook mijn eigen ervaring. Op een gegeven moment gewoon zelf gaan voelen van ja, waar voel ik me goed bij? Wat werkt voor mij? En dan inderdaad ook nog op dit moment. Hè, want dat kan inderdaad, gegeven je omstandigheden, kan het ook weer veranderen. Dus ga zelf op onderzoek uit. En ik denk dat voor heel veel dingen geldt. En neem niet zomaar dingen aan, ook niet per se van ons. Weet je, ga gewoon zelf ervaren en voelen wat voor jou zeker werkt. Ja, ben ik ook helemaal met je eens. Ik denk dat ik zeg dat ook eigenlijk altijd. Weet je, ga het ook gewoon zelf ervaren. Weet je, je weet niet wat het met je doet. Hetzelfde in het transformatieveld. Het zijn 1000 verschillende, er is zoveel. Ja. Kundalini dat, Kundalini zo. Je hebt verschillende soorten familieopstellingen. Je hebt eigenlijk van alles is het te doen. Maar je komt er alleen maar achter wat voor je werkt als je het gaat uitproberen. Ja. En echt gaat kijken van oké, wat doet dat met mij? Oké, dit werkt nu voor mij, dan doe ik dat nu. En daarom denk ik ook als je een ochtendritueel of wat dan ook hebt, dat dat op dit moment kan werken. Maar dat betekent niet dat volgend jaar jouw ochtendritueel nog steeds hetzelfde moet zijn. Nee. Hey, om richting afsluiting ook te gaan, want ik keek net even op de klok en we zitten nu op 1 uur en 22 minuten. En toen ik keek, 22 seconden. En ik denk dat ze dan ook zo naar huis wil die daar zit dat te knikken. Want afronden, afronden. Hoe was dit voor jullie, dit gesprek zo? Ja, voor mijzelf wel. Oh, de eerste keer dat ik zo dit doe. Ik ben zelf ook niet zo heel erg op social media en zo. Dus ik vind het voor mezelf al. Nou, als je het hebt over uitspreken en dan hier zo zitten, is. Mooi. Ja, geen brandstapel zie ik. Geen vuur. Het is veilig geweest. Okay, check even bij jezelf nog of je leeft. Ja? Oké, check. Nieuwe programmering. Ja, super mooi. Je weet, ik keek hier al lang naar uit. We hebben natuurlijk een jaar geleden, denk ik, al bijna dit zaadje geplant, moet ik zeggen. En jij bent natuurlijk al een keer bij mij in de podcast geweest. Ja. Nou ja, super mooi dat we dit nu hebben kunnen doen en zeker ook mooie verhalen met elkaar hebben kunnen delen. Ja. Heb je je podcast nog? Zeker. Doe je hem nog steeds? Absoluut. Oké. Ja. Waar kunnen mensen die vinden? Dus de Je Ware Ik podcast, dus die kan je vinden op Spotify, YouTube, nou ja, alle bekende kanalen. Mooi. En jij, Janine, wat doe jij? Waar kunnen mensen jou vinden? Op Authentiek Coaching kunnen mensen me vinden. Ja, we zijn nog wel bezig met de website en dergelijke. Is die nog niet klaar? Is klaar, maar ja, zeker nu. Je had het toch bij die jongen gedaan die ik had aanbevolen? Of was jij dat niet? Nee. Oh, was je niet. Nee. Okay. Nee. Of heb ik hem wel gezien? Of niet? Ik weet het nou, misschien ben ik in de war. Oké, laat maar. Cancel. Lisa, waar kunnen mensen jou vinden? In Almere. Nee. Op het volgende adres. Ik ben niet heel actief. Ik ben vooral in het echt. Daarom zeg ik in Almere. Maar ze kunnen me vinden op mijn Instagram.
Ja, want je doet best wel ook wat qua... Je hebt wel een eigen bedrijf ook in mode, toch? Ja, dus. Klopt. Ik heb het bedrijf Restore Second Fashion. Ja. Daar doe ik aan duurzaamheid voor de verkoop van kleding van andere ondernemers. Ja. Dus aan de ene kant het fast fashion waar ik heel erg in zit. Tegenstrijdig tegenover duurzaamheid waar ja, iets aan wil bijdragen. En net zoals dat we hier zitten wil ik ook graag iets bijdragen. Om vanuit ja, die rat race waar ik in zit. Om ook te laten zien dat dat in combinatie kan met het wat meer ontwikkelen, transformatie. En transformatie is in fashion natuurlijk ook zo. Dus ik vind het gewoon heel mooi om hier aanwezig te zijn. En dat men ziet dat dat ook vanuit deze positie ook kan. Mooi. Mooi, dankjewel. En Rijn, ben jij nog aan het coachen? Wat zei je? Ben je nog aan het coachen? Zeker, maar ik ben wel mezelf aan het herontdekken als coach. Okay. Ik heb natuurlijk heel lang stress en burn-out heb ik me opgericht. Ook vanuit mijn eigen historie. Ja. En ik voel dat ik dat verhaal los mag gaan laten. Of sterker nog, dat verhaal heb ik al losgelaten. Ja. Mooi. En er is alleen nog niks nieuws voor in de plaats gekomen. Okay. Dus, en dat is ook wel mooi dat ik wel het vertrouwen heb dat het gewoon gaat komen. En dat ik ook weet dat geforceerd zoeken dat geen zin heeft. Mm. Weet je, als ik ervoor opensta aan mezelf werk... Dan weet ik zeker dat het op mijn pad gaat komen. Misschien dat er bij de visboer iemand me weer wat... kaartjes bij de visboer leggen. Precies. Dus ik voel, en ik voel ook dat het veel groter en allesomvattender gaat zijn... dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Ja. En kijk, het heeft nu nog even geen namen, geen vorm, maar dat gaat zeker komen. Dat gaat zeker ontstaan. Mooi. Nog een laatste tip die jullie willen meegeven aan de luisteraars en kijkers. Mag in popcornstijl. Ja, dus degene die wil beginnen... Ik denk, start met je proces, ga het aan en wees lief voor jezelf. Die is heel belangrijk, wees lief voor jezelf. Ja, mooi. Boom zitten. Ja, het is heel laagdrempelig en wat ik zeg, echt onderschat. Ga lekker de natuur in, zoek een lekkere boom uit, zeker nu het weer mooi weer wordt. Ga dan lekker tegenaan zoek zitten. Zoek een lekkere boom uit. Ja, knuffel die boom. Mag ook. Ja. Dat is heel sappig. Precies, als boomknuffelaarscoach. Ja. Dat, misschien zou dat wel wat zijn. Een soort van tussenfase. Gat in de markt. Ja, dus ja, weet je, ga lekker de natuur in. Dat bottom line de boodschap is. Mooi. Dat voor iedereen goed is. Als er toch iets is wat voor iedereen goed is, dan is het dat, geloof ja. ik. En dan het liefst natuurlijk lekker op blote voeten wandelen. Dat is nog beter. Ja, mooi. En jij, Lisa, wat voor tip zou jij mensen meegeven? Probeer elke dag iets minder zonder oordeel te zijn. Mooi. Mooi. Dus open wat meer je hart. Wees wat zachter. Ja. Nou, ik vond het super tof om dit zo met jullie te doen. De eerste keer dat er ook echt 3 mensen aan tafel zitten. Iets andere setting wat we dus normaal hebben. Ook iets ander gesprek. Oeh, ik heb vergeten bijna de ene vraag die ik toch even aan jullie wil stellen. Om even in het thema van deze podcast te blijven. Hoe ziet voor jou een hemel op aarde eruit? Hoe ziet het voor mij een hemel op aarde uit? Sorry mensen, nog 2 minuten. Ja, heel snel. ja, dat we, als ik in mijn omgeving zie, er zijn zoveel mensen die zoveel mooie kennis hebben. Ja. De ene zit meer daar en daar. En dat het mooi is om dat allemaal met elkaar te delen en te combineren. En dat kunnen elkaar juist zo mooi aanvullen. Dus de hemel op aarde is voor mij dat we elkaars waardes mogen zien en ervaren. Mooi. Ik stelde jou de vraag en ik zag daar 2 hoofdjes. Oké, wat ga ik zeggen? Ja, ik zat even diep in te ademen en uit te ademen. Even te voelen van, wat voel je nu? Het was klaar, toch? Nee, dit was echt de laatste vraag. Ja. Ja. Wat mag er nu tot mij komen? Het is best wel een ingewikkelde vraag, merk ik ook aan mezelf. Maar ik merk ook dat ik wel teruggrijp naar wat ik eerder zei over... eerder al beginnen met mensen en kinderen dan niet specifiek. Mm. Bewust te maken van het leven, wat er allemaal is... Ja. Van hun gevoel, van hun lichaam, van ja, alles wat daarbij hoort eigenlijk. Want ik geloof er oprecht in, als je dat doet, dat de aarde daar zoveel mooier van wordt. En dat we daar uiteindelijk allemaal nog mooier van worden dan dat we al zijn. Mooi, dankjewel. Ja, ik sluit me wel aan bij het kindsdeel. En ook het aards is natuurlijk ook hetgeen, er zijn ook heel veel mensen die nog niet zo openstaan en... Ook wat hetgene wat ze delen of als ze ergens mee zitten, dat eigenlijk al het winst is. De gesprekken die je mag voeren met elkaar zonder dat je gelijk zegt... Hey, ik weet wel een transformatiecoach. Ja. Het is ook gewoon mooi, die mensen die er nog lang niet zijn of misschien niet gaan komen... het kleine sprankeling daarin is natuurlijk ook al de winst. Ja. Dat is het, denk ik,
het hemel op aarde voor mij. De mooi. Combinatie. Mooi gezegd. Ja, ik vond het heel tof nogmaals dat jullie hier aan tafel zaten. Ik wil juist dit soort dingen ook zichtbaar maken. Niet alleen maar voor mezelf, maar mijn missie is gewoon echt ook inderdaad om die hemel op aarde te creëren. En om mensen te laten zien van wat transformatie werkt en ook echt gewoon met je kan doen. Als je het met je aangaat. En ik denk dat we alle vier wel kunnen zeggen dat er een heel ander leven ook voor je klaarstaat als je daar durft in te stappen. Dus dank jullie wel dat jullie mijn gasten wilden zijn. Dan gaan we zo even lekker een hapje eten hier beneden. En vond je dit nou tof? Like, deel en abonneer dan even op de Thuiskomen podcast. Tot de volgende.